Yo YouTube, Ezen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zit ik in mijn gele pak. Helemaal geel. Gelijk op een kuikentje. Nice. Hey, vandaag gaan we YouTubers taggen aan en Photoshop. Want ik heb dit ding teruggevonden. Toen ik nog op school zat, moest ik dit eens kopen. En ik heb dat gewoon gekocht. En ik weet niet echt hoe het werkt, maar oké. Dit is zo'n digitale pen. En dan kan je zo digitaal tekenen. En dan zie je, dan kan je zo. Vandaag gaan we YouTubers taggen aan. Heel gezellig. Maar voor ik aan deze video begin, zou ik zeggen: like zeker deze video. De like knop wordt geel als je hem liked. Ik weet niet of jullie dat al weten. Dit is zo'n nieuwe update van YouTube. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar dus check het, meid, een likeje. En dan gaan we YouTubers taggen. Ik had jullie gevraagd op Twitter om mensen naar mij te sturen die jullie getekend willen zien. En een van de eerste mensen die jullie wouden zien was Snapkick. Ik weet dat ik een beetje op hem lijk, maar what the fuck. Het is oké. Ik ga hem tekenen en ik ga bewijzen dat ik niet op hem lijk. Het is niet zo'n slim idee om dit pak aan te doen, maar oké. Ik ga waarschijnlijk doodgaan in deze video. Nu al problemen met de ademhaling. Er is ook gewoon een hele fucked up foto van Snapking. What the fuck. Nu ik erop let, zijn hoofd is echt raar. Hij heeft echt een eierhoofd en hij heeft geen lippen. Maar oké. Ik ga dus Snapking tekenen en willen jullie niet dat ik meer van deze dingen maak? Ik bedoel, niet hopen dat ik kan tekenen of zo, maar hey, dan doe je een likeje. Ook. Zijn hoofd is echt zo lang en zo ovaal. En oké. Ze heeft een langwerpig eihoofd. Dat kan niet zo moeilijk zijn om te tekenen. Zoiets en dan zo en dan yeah, nice. En dan de pet zo erboven en dan hier een plukje haar die uit zijn pet komt. Yeah, het lijkt op een tepel of zo, een vierkante tepel. Dan heeft hij hier zo een wenkbrauw en nog een hele dikke wenkbrauw zo. Dan eronder een oog en zoiets. Yes, we ask her. Dikke neus, zo, zoiets. Yes! Dan lipjes. Twee strepen met rare tanden eronder. En dan nog een streepje. Het lijkt niet echt op Snapkick. Wat is dit? Vier man op kunstacademie of zo gezet. En ik. We zijn nog niet klaar. Snap je? Het gaat allemaal om de details. Zo'n hele lelijke perelbar, toch? Die zo'n beetje zijn hoofd vult, zoiets. En dan mini-snorretje. Yeah! Nice! Bent erop te lijken. Ik weet wel niet wat die pet is, maar oké. Ik ga hem een beetje kleur geven. Ik ben ook nooit zo goed geweest dat binnen de lijntjes kleuren, maar. De moeilijkste opgave van mijn leven, wow, yo. Oké. Mensen die goed zijn en deze dingen gaan mij echt haten, maar het lijkt er echt al een beetje op. Oké, ik ga hem proberen in te kleuren nu, maar dat is moeilijk, want wacht hoor, hij heeft zo heel licht huid. Het is dus veel te donker, want hij zag de bleke schijt, maar oké, we gaan hem zo inkleuren. Nice. Het lijkt dus alsof er iemand stront in zijn gezicht heeft gesmeerd of zo, maar oké. Snapking is ook een fucking bodybuilder. Ik ga hem ook die bodybuild body geven. Nice. Mensen die zeggen dat ik niet kan tekenen, shut the fuck up. Ik kan beter in tekening dan hij in het echt is. Nu gaan we die dikke bodybuild body geven. Zo, een nek, arm, hand. Zo, nice. Zo, en dan body. Nice, oké. Het begint te lukken. Ik begin weer te voelen hoe ik moet tekenen met dit ding. Die dikke sixpack geven. En die tatjes zo. Yeah, boy. Ai. Dit is Snapkick. Nice. Het lijkt er gewoon op. Ik bedoel, je kan zeggen dat het fucked up is, maar dit lijkt er gewoon op. Ze leggen hem stijl niet op die foto, maar. Hashtag Snapkill. Ah. Hij lijkt er niet echt op, maar je moet op de details letten, snap je? Zien jullie zijn tanden? Die staan even scheef als in het echt. Zien jullie zijn lelijk perelbaardje? Hetzelfde als in het echt. Zijn ogen zijn ook scheef, net als in het echt. Hij is zo breed, maar het past niet bij zijn hoofd. Net zoals in het echt. Oké, next one. Girl views. Dus ik ga Gio tekenen. Gio, man. Gio ziet er goed uit. Deze foto van Gio ga ik natekenen. Lijkt het meer op iemand die kunst doet, dus nu gaat het beter. In tegenstelling tot Snapking is Gio wel gewoon pretty boy. Dus we gaan deze mooie jongen tekenen. En we gaan zijn ogen niet te ver uit elkaar zetten. Want we doen geen disrespect. We gaan hem gewoon leuk tekenen. Zo'n makkelijke vorm van hoofd. Snap je? Zo, kin. En dan scherpe kin. Zo daar. Dicht. En dan weer lang. Hier moeten we voorhoofdje tekenen. Uit. Het heeft zo'n beetje van die voorhoofdstrepen. Dus we tekenen een paar voorhoofdstrepen. Twee wenkbrauwen aan de uiteindes van zijn hoofd. Kijk, ik weet niet op wat dit lijkt. Maar volgens mij gaat het goed. Hij heeft zo'n ogen die wel redelijk aan de uiteindes van zijn hoofd staan. Dus zo. Nice. Dit gaat nice. Dit is perfect aan het gaan, denk ik. Dit gaat echt op Gio lijken. Denkt van, het is gefokt, maar het komt helemaal goed als ik hem inkleur. Dan heeft hij een neus. Zo. Zo nice. Wow, dit lijkt echt op Gio. Snap je? Ik ken Gio goed. Dit lijkt erop. En dan mond. Deze tanden staan wel gewoon recht. Dus zo. En dan tandjes. Zo, yes. Lijkt alsof hij heel rare tanden heeft, maar. Weer een onderlipje. Ja, pla. Dat is nice. What the fuck? No! Ik kan nog altijd helemaal fucked opgaan. Hey, haar is iets moeilijker, maar ik ga dit fixen. Hij heeft gewoon zo haar hier en het zit een beetje overal. En dan gaat het zo in de lucht hier. En dan hier nog een beetje haar. En al de haar gaat zo redelijk hoog. Ik ben dan verneuken met haar concentratie. Ik ga zo hier naar boven en dan hier naar beneden. Eskara, hier heeft deze kin zo.
nek. Rare Adamsappeltje die hij altijd heeft als hij praat. Zo, daar. Kijk, dat is echt gefokt. Fuck. Fuck teken je een nek. Ik snap er niks van. Ik weet niet op wat het lijkt, maar fuck die shit. Een nek is niet belangrijk. Nog een beetje rare streepjes onder zijn ogen, omdat hij te veel video's heeft gemaakt en hij is een beetje moe. Dat is zijn koptelefoon, die zo hier zo rare doos of zo. Kijk, we gaan hem inkleuren. Snap je? Je kan alles altijd redden met de inkleuring. Don't give up on your dreams. Dit wordt een hele moeilijke fucking ding. Please don't kill me. Kijk, als zijn haar gewoon redelijk los inkleuren. Ach. Fuck, shit. Hey, voor de fans van Gio, sorry, maar ik ga het fixen. Ik ga zijn haar gewoon redelijk los inkleuren, zodat het echt lijkt alsof hij een dikke pak haar heeft. Zo daar nog een beetje. En jeez, dit is precies de kleur dat we nodig hadden. Oké, dit komt goed. Ah, fuck, shit. Fuck, oké, ik kan echt niet inkleuren. Ah, nee, ik heb een bol gezet. Tering. Sisiwerk, dames en heren, dit is niet makkelijk. Kun je dit echt nog fixen, gewoon zo een beetje. En dan daar, en dan shit. Als ik twee keer over een lijn ga, dan verkleurt het zo helemaal. What the fuck is dit? Het was zo goed begonnen en nu verneuk ik het helemaal. Ach shit, nu heeft hij stront ogen. Hey, maar dat is niet erg. Ik bedoel, kut. Dan moeten we nog even Gio-trui tekenen. Wat bedoel, Gio-trui zijn gewoon wack. Trui, zo. En ja, bla. En nog eentje. Heeft heel dikke arm hier. Snap je? Er is Fitnessboy Gio die een beetje dikker is. En dan Gio. Ik ga hem die roze trui geven. Snap je? Hij is niet gay, maar we geven hem gewoon die roze trui. Oké. Dit is goede kleur. Goede kleur. Als hij deze tekeningen niet gebruikt om reclame te maken voor zijn nieuwe trui, dan I don't fucking know. Wow! Dames en heren, ik moet terug naar school gaan, denk ik. Gio is echt de skinny boy. Dus wat ik nu nog kan doen, is hem zo hele fijne armpjes geven die zo uit zijn ding komen. Met zo'n dikke horloge eraan. En dan zo handen die niet echt passen bij zijn lichaam. Maar oké. Dit. En dan. Ja, en dan een hele skinny jeans zo die je niet ziet op de tekening. Dit is gewoon een nice tekening. Ik kan zeggen wat je wel, maar dit lijkt er wel gewoon heel klein beetje op. Ik weet het, ik heb het volledig verneukt. Mag er beter uit met deze zonnebril aan. Volgende! Oké, om te tonen dat ik niet fucking racistisch ben of zo en dat ik niks heb tegen Chinezen, ga ik Hanwei tekenen. Sorry, Hanwei, dat ik je kalf een klein shorts gestolen heb. Never gang those back, mate. Deze broek is van mij en je krijgt hem pas terug als je stopt met top 10 video's. Dus, fuck you, Chinees. Ik ga deze tekening echt proberen te killen. We gaan dus dit tekenen. Kan niet te moeilijk zijn. Ik bedoel, redelijk simpele tekening. Met brilletje en leuke kleur in haar. Alweer die Adamsappel. Bedoel, hoe de fuck ga ik dat ooit tekenen? I'm gonna kill this one. Redelijk rond hoofd. Ik ga niet liggen. Zijn hoofd is echt rond. Zijn haar floept er zo een beetje uit. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon cirkel tekenen. Zo bovenaan. Gewoon zo. Jebba. En dan zo naar onder. En daar een hoek maken met zijn kin. Dit is perfect. What the fuck. Ik ga gelijk ook al zijn haar tekenen. Want dat haar is wel gewoon alles van heel zijn outfit. Zo. En dan draait dat haar zo een beetje door. En dan daar nog een beetje. En dan hier nog een hele bos ding. Nice. Deze tekening gaat de beste fanart zijn die hij ooit heeft gekregen. Heel zijn leven. Zijn wenkbrauwen zijn een beetje mislukt. Maar bedoel, uit. Zijn ogen. Oké, wacht. Ik ga eerst zijn bril tekenen. Fuck, brillen zijn fucking moeilijk. Waarom kies ik een fucking brilfoto? Jawa, dan heeft hij een bril. En dan gaan we zijn ogen tekenen. Nice. Dus, zo'n ding. Een rare bolneus. En dan mond gewoon zo. Een open Chinese mond, zo. Jezus, met tanden die jou recht staan. In tegenstelling tot die van mij. Aight! Nice. Hij heeft zo ook twee van die lijnen hier. Ik heb dat ook. Als ik zo lach, dan zie je deze shit. Dit is een goed begin. Dit is nog niet slecht. Weet je dat zijn kin een beetje puntig is, maar geen probleem. En dan geven we hem een leuke jas. Jawa! En dan rij. En dan zo weer zo'n dingetje. En dan hey. En dan zo dicht. En snap je, hij heeft veel Kenzo. Ik bedoel, hij is een baller, hij is een YouTuber. Hij verdient fucking veel geld. Snap je, hij draagt altijd zo van die Kenzo trui. Ga je een tijger op proberen te tekenen, dan gaat waarschijnlijk niet lukken. Fuck dat, we tekenen er gewoon nog een Chinees op. Zo, met het hoofd. En dan twee strepen, zo. En dan jawa. Het is een Chinees met een Chinees op zijn borst. Nice. Als ik al gezegd heb, je kan alles zeven met inkleuren. Alles. Is deze tekening nu pakt op? Denk het niet. Er gewoon nice uit. Buiten dat zijn bril nog een beetje gefixt worden. Die bril is zo dicht hier. Zo een paar streepjes. Yes. Ook een paar vlekken op zijn hoofd. Die teken ik er ook bij. Sorry. Is niet zo breed als in deze tekening, maar oké. Wat zijn de dingen die Hanwei typeren? Ik denk zijn haar en zo. Die ik gewoon goed moet inkleuren. Dan gaan jullie wel zien dat Hanwei is. Zo. En dan. Oh, fuck. Er is groen. Er is geen geel. What the fuck? Welke kleur heeft zijn haar? What the fuck is dat? Fuck, dit is ook groen. Maar snap je, ik moet hier maar mee doen. Want zijn huidskleur is geel. Dus zo. En dan dit. Uit. Oké, dat was genoeg. Dit en kleuren zo een beetje bruinachtig. Yes. Nu lijkt het op een banana split. Maar dat is geen probleem. Van die rode vlekjes een beetje accentueren. Zo, nice. Dit is precies wat ik bedoelde. Zo die acne vlekken toch een beetje accentueren. Nice. Hoe kleur je Chinees in? Nee, ik wou hem geel maken. Maar Hanwei is helemaal geen geile Chinees. Hij heeft normale huidskleur. Het is fan art voor
day. Zo, en dan oppassen dat ik niet alles verneuk weer. Aight, aight, we got this, we got this. Mensen die zich afvroegen wat die twee bulten waren op de zijkant van zijn hoofd, horen. This is gonna be great, zo. Yes, yes, yes. De bovenkant van zijn bril een beetje dikker maken, dat echt duidelijk is dat je bril aan heeft. Oké, okay, safe. En ik ga ook een puntje in zijn oog zetten. Hij toch een oogbal heeft, zo, hier. Yes, 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 dit is handen wij. What the fuck? Thank me later voor deze geweldige art. Zijn trui ga ik gewoon in een simpel kleurtje doen, want bedoel, welke kleuren draagt hij veel? Donkerblauw, denk ik. Ah, schade. En gewoon een beetje inkleuren, zo. Nice. Hij is die gekke Chinees met die enge trui. Die enge fucking trui, zo. Zeker die buiten de lijntjes. Aight. Dit is stabiel. Ik heb een handlijn getekend. Snap je? Je moet blij zijn met wat mensen voor je maken. Als er iemand lelijke fanart voor mij maakt, ga ik ook nooit zeggen dat het lelijk is. Snap je? Hij lijkt hier wel gewoon op. Ik denk dat het beter is dat ik dit ding gewoon wegleg en dat ik dit nooit meer gebruik, maar oké. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik denk dat ik mijn tablet beter wegleg en die nooit meer uithaal. Probeer je dit nu een leuke video, smijt je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid, heel dit pak is nat van mijn zweet. Ik ga nu, tjallas, bedankt om te kijken, doei! Woe!